Hey allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. In deze video laat ik je zien hoe je zelf stap voor stap je eigen sushi kan rollen. Ik weet dat heel veel mensen uh, dat niet durven of denken dat het heel lastig is. Nou, ik ga je laten zien hoe je het stap voor stap echt zelf kunt maken. In de beschrijving onder de video zie je welke producten ik hiervoor gebruik en ook waar ik ze heb gekocht. Dus dat is wellicht wel heel handig. Uh, ja, laten we snel aan de slag gaan. Wat heb je nodig? Allereerst de rijst. En dit is een speciale sushi-rijst. Lijkt een beetje op risotto-rijst. Een dikke, korte korrel. Daarnaast gebruik ik koud water om de rijst in te koken. Wat azijn om het op smaak te brengen. En deze nori-vellen. Dat zijn gedroogde zeewiervellen En dit merk kun je in alle supermarkten goed verkrijgen. Nou, dan beginnen we met het belangrijkste van de sushi en dat is de rijst. Dus ik zet hiervoor een stilpannetje op het vuur en doe hier koud water in. Het is echt heel belangrijk dat je dit met koud water doet. Vaak staat achterop de verpakking van de rijst wel hoe je hem moet koken. Nou, en deze rijst is dus met koud water. Nou, ik doe de rijst erbij en roer het even goed door, zodat alle korrels goed los zijn van elkaar. En vervolgens breng ik het aan de kook. En met de deksel erop laat ik het heel zachtjes pruttelen, ongeveer een kwartier. Na een kwartier zet ik het vuur uit en laat ik het nog zo'n nou, 10 minuten tot een kwartier staan. Maar kijk gewoon even achterop de verpakking van de rijst. Daar staat precies hoe het moet. Nou, daarna ziet de rijst er zo uit. Je ziet al hoe plakkerig die is. En dat is natuurlijk heel erg handig met het rollen straks van de sushi of het maken van de sushis. En nu moet de rijst afkoelen en we gaan hem eerst ook nog even op smaak brengen. Dus doe de rijst in een ruime kom. Dan koelt hij ook het snelste af. En ik gebruik deze azijn om hem op smaak te brengen. Je hebt van het merk waar ook de nori vellen van zijn ook azijn. Maar die was even uitverkocht. Dus vandaar dat ik deze heb gebruikt. Die komt bij de toko vandaan. Nou, dit roer ik goed door. En vervolgens laat ik het afkoelen tot het op kamertemperatuur is. Zet het niet in de koelkast. Want koude sushis zijn niet zo lekker. Dus hou hem gewoon op kamertemperatuur. En als dat eenmaal gebeurd is, kunnen we gaan rollen. Nou, hier heb ik dus de rijst en om te zorgen dat de rijst niet aan je vingers plakt, zet ik een bakje koud water ernaast, waar ik vervolgens eerst mijn handen in doop, maar dat zul je straks gaan zien. En ik ga mijn sushi's vullen met het volgende. Ik heb heerlijke verse tonijn, avocado en komkommer en die heb ik ook goed op maat gesneden, zodat het makkelijk in de sushi's past. Nou, van ditzelfde merk heb je in de winkels ook bamboematjes verkrijgbaar en die heb je wel echt nodig bij het rollen. Het is ja, een soort van matje gemaakt van bamboe, stokjes. En je gaat straks zien hoe ik die gebruik om de sushis te rollen. Nou, dan pak ik er zo'n zeewiervel bij. En die heeft altijd een grove kant en een gladde kant. En de gladde kant leggen we naar beneden. Dus dat wordt straks de buitenkant van de rol. Dus de grove kant ligt nu naar boven. Nou, dan ga ik beginnen met de rijst te verdelen op dit zeewiervel. Dus ik dip mijn handen in het water. En vervolgens pak ik een beetje rijst. Ik hou de bovenste strook vrij, want dat is makkelijk met het rollen straks. Dan heb je een soort plakrandje en ik druk de rijst ook niet te strak aan. Ik vind het lekker als ja, het een beetje losse gereisd is en dat de verhouding vulling rijst ook goed is, dus dat je niet heel veel rijst hebt en maar heel weinig vis. Nou, ik verdeel hier mijn tonijn over, de avocado en ook de komkommer en doe het ook goed in de randjes, want je wil eigenlijk dat de hele sushi gewoon lekker gevuld is en niet het binnenste vooral alleen. En vervolgens rol ik het op met behulp van het bamboematje. Kijk, ik sla eerst de vulling eroverheen. En ik rol en ik trek eigenlijk aan het matje om zo een strakke rol te krijgen. Ik maak het uiteinde nat, zodat het straks goed blijft plakken. En goed opletten, want straks rol en trek ik aan het matje om zo echt een mooie rol te krijgen. Gaat het te snel? Spoelt het filmpje dan gewoon even terug? Kijk, ik trek en ik rol. Ik trek en ik rol tot ik helemaal aan het einde ben. En eigenlijk is dan je rol al helemaal klaar, zoals je kunt zien. Kijk. En wat ik dan vaak nog doe, dan rol ik hem nog één keer helemaal in het matje en trek ik hem ook nog even goed strak en maak ik hem ook mooi rond. Ik knijp niet te hard, anders knijp je de vulling eruit, maar zo maak ik hem extra rond. En dan is je sushirol klaar. Nou, dan is het ook wel leuk om te zien hoe dat er nou uitziet als ik hem aansnij, dan zie je de vulling heel mooi zitten. En dit is wel mijn rol. Um, ja, ik had er beter iets meer rijst in kunnen doen, maar dit was de laatste en de rijst was uiteindelijk op. Uh, maar goed, je hebt wel heel veel lekkere vulling en iets minder rijst is dus op zich helemaal prima. En nog één tip: zet dit dus niet in de koelkast, want ik vind de sushi roll het lekkerst als die gewoon op kamertemperatuur is. En klaar is je sushi. En dat is het. Dat is hoe je zelf je eigen sushi rolls kunt maken. Natuurlijk kun je erin doen wat je maar lekker vindt en waarschijnlijk zal de eerste rol niet zo mooi en strak worden als de laatste. Oefening baart kunst. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en tot heel snel. Doeg